van deze ruimte omtoveren. Ik zou even ook naar voren komen, maar het gaat echt een beetje net zijn. Nee, jullie doen het wel. Ik ga dit even omtoveren naar een home gym workout, omdat de ruimte waar we wonen ook niet zo breed is. En ik merk, als ik op een bepaalde manier wil gaan filmen voor mezelf, dan niet voor jullie bedoel, is het niet nodig om heel de huis om te bouwen, weet je wel. Maar voor mezelf, omdat ik bepaalde hoeken wil filmen, ga ik het wel doen. Ga ik wel even de huis ombouwen om bepaalde hoeken te filmen. Dit kan een goede kwaliteit. Beeldmateriaal leven, doe ik het even. Jullie gaan ook zien dat er veel meer ruimte zal zijn dan normaal wat jullie zo. Nou, ik ga verder. Ik zal even een timer even hierop gooien. En dan zien jullie hoe het gaat. Ik pak dat even af. Kijk die. Zullen we zo gaan? Achter die wolk een beetje kijken wat dat is. Wat zou ik die kant pakken? Alleen ik weet niet, de mooiste beelden moet je altijd naartoe gaan. Dus ik ben nu even met Soldier aan het lopen, daar als jullie zien. Wolken daarachter. En wij een hele mooie zon onder. Nou mensen, dit is weer een nieuwe dag. Jullie het zien. Ik zou eigenlijk de camera zo moeten vasthouden. Dit is de goede stand. Filino heeft genoten van zijn. Snoepjes, gimme gimme's. Hoe was die gimme gimme die je had gekocht? Goed? Ja, nou, zoals jullie horen, de gimme gimme's waren toppie. Ja, vandaag is een hele rustige dag, mensen. Het is een hele rustige dag. Zeeland blijft altijd apart. Hoe jullie opgroeien, toch? De manier van. Het is heel erg anders. Hier hebben ze een nieuwe auto gezet. Stond er niet. Laat me kijken wat staat. Zo. Wat staat er? AI for travel. Ah ja mensen, we gaan met de tijd mee, zoals jullie zien. We gaan met de tijd mee. Met stappen doen we alles. Met stappen bereik je ook datgene. Ik weet niet of jullie in een Zeeuwse gezegde hebben. Als je snel gaat, dan gaat het fout. Maar jij zou zeker nooit in Arnhem willen slapen als... Nee man. Ik ben Arnhem leuk mensen. Hey. Mensen van Arnhem, weet je Arnhem? Ik spreek ook Arnhem. Nee, maar ik vind Arnhem gewoon leuk. Maar gewoon, soms kom je op een bepaalde leeftijd, dan heb je zoiets van... Hey, doe je echt alsof je de 80 bent. Het kamperen... Nee. Terwijl je nog niet eens een 40 bent gepasseerd. Het kamperen ben ik gewoon zat. Ik wil gewoon, of met de hotel, snap je? Op een bepaalde leeftijd ben je gewoon volwassen dat je die dingen niet meer... Dit. Gaan we naar boven een beetje? Nee, op een bepaalde leeftijd ga je niet meer logeren. Wel logeren, maar toch anders, snap je? Loop gewoon rustig, hoor. Ja, loop maar gewoon rustig. Neem je tijd. Mensen, we zijn nu even bij de water hier zo. Het is echt rustig, man. De water is ook echt... Tuurlijk. Ik vind die uitzicht toch blijft mooi. En ja, hij heeft iets gerold hoor. Dus. Oh jee. Kijk naar zijn rug. Het is alweer prijs. Hij heeft iets gerold. Dat maakt ons gewoon een beetje heel erg. Dat ik denk. Kom man, kom! Kom maar zo, kom maar, kom. Zo, goed zo. Ik zit met die camera, ik vind die beter. Nee, kom goed.
Kom maar. Ja, kom. 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 Kom zo. Ja, wij gaan weer door. Hey, hoe is het? Rustig. Wacht. Hey, hoe is het? Rustig. Ja, tuurlijk. Ik niet. Had je nee? Nee. Oké. Ah, doe je nee, helemaal. Ja, ik ook. Helemaal even voor de intro, man. Oké. Hey, peace man. Is goed, peace. Dank je. Oké, wil je? Nee? Is goed. Hey, thanks man. Graag gedaan, alsjeblieft. Nee? Dank je. Hey, hoe is het? Rustig. Houdoe. Oh, lekker. Hey, eerste keer. Blijf leuk, shout-out naar jullie, weet je wel. Oh nee, maar ik heb hem wel eerder gezien hoor. En de persoon daarnaast is Jansen neefje, weet je wel. Zo, je moet even. Ja, wil je even vasthouden? Ik zo. Heb je zakken? Ja. Kijk, zie je die streep in de lucht daar zo? Ik weet niet, ik vind het mooi dat het de natuur zijn werk doet op dit manier. Toch? Mooi. Kijk die rode lijn daar zo. In die verte mensen. Wauw. Wil je een foto maken van mij? Ik heb content gevonden. Ik ben net thuis gekomen. Ik zal even uitleggen hoe en wat. Oké. Ik zal mijn tas nog bijpakken. Zoals jullie zien. Nou. Ik ben even heel snel naar de winkel gegaan. Ja, wat ik zo heb gehaald bij de winkel. Is voor Soldier van de snackbrokken dat hij kan aanknabbelen. Ik heb Yuppie-saus gehaald, zoals jullie zien. Ik zal even in de vlog. Wat heb ik meer gehaald? Ik zal jullie gelijk ook meenemen daarbij. Ja, sowieso de Chupa Chup. En poedersuiker heb ik gehaald voor de pannenkoek en zo. Oké, wat heb ik nog meer gehaald? Sowieso stroop voor de pannenkoek en zo. Nou, heel veel pannenkoek gehaald. Want ze waren nu een aanbieding voor 3 euro voor 1 pak. Dat is te doen. Ik dacht, ik ga gelijk 4. Ook voor de andere dagen gelijk, weet je wel. En sowieso pannenkoek van Jan. Familiepak. Schimmelreiniger gehaald. Sowieso wanneer het nieuwjaar voorbij is en winter is een beetje aan het passeren, is het handig om je huis goed schimmelreinig te gebruiken. Nou, zoals jullie het zien. Het is altijd een beetje spelen met de camera. Nou, deze keer heb ik de Jambala gehaald. Ik weet niet precies wat het is, maar we gaan het uitzoeken of die echt lekker is of niet. Ik heb hem wel vaker in de winkel gezien. En ik heb me afgevraagd, is die nou lekker of niet? Want het is blijkbaar iets met veel kruiden of zoiets. En daarom heb ik gekocht. Nou, deze dingen heb ik gekocht. Ik zal waarschijnlijk met de vlog mee. Wat ik ga sowieso vandaag doen is een beetje opruimen, schoonmaken. Ik heb een beetje spinnenweb bepaalde plekken gezien. Ik ga vandaag de schimmelreiniging gebruiken.
had ik heb plekken gezien dat ik denk, oké. En ja, jullie weten ook, schimmel in het huis brengt long bepaalde ziekte met zich mee. Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar bepaalde ziekte, en die moeten we gewoon niet hebben. Weet hoor. Zwarte plekken zie, of plekken dat ik zie van, hé, dit is schimmel, gelijk weghalen. Die ding, zoals jullie weten, mijn mensen. Nou, we gaan verder met de vlog. Ik neem jullie sowieso mee met de dingen wat ik doe. Ik ga een beetje bij de tv schoonmaken, opruimen. Het is waarschijnlijk vandaag wordt geen edited dag of geen vlog. Je huis schoonmaken kost gewoon iets meer tijd dan de bedoeling is. En waarschijnlijk de dag daarna ga ik editen. En maar dat komt goed, mensen. There's no big deal. Ik heb alles in de handen. Het is laat ik gaan. Goed. Voel en gezond blijf eten, toch? Even de vlog afsluiten. Mijn deksel was even op. Nou mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Dit was de vlog van nu. Nou mensen, ik zou zeggen, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Subscribe op mijn YouTube channel. En dan zien we elkaar heel snel. En dan zeg ik, tot kijk.